Maar de heer Beertema. Ja, voorzitter, ik zit hiernaar te luisteren, maar met alle respect hoor, ik vind het zo'n gemakzuchtig betoogje. Het is allemaal zo, weet je, we zitten midden in een ramp. Ik zeg niet voor niks, het onderwijs is niet aan het instorten, het is ingestort. En dan krijg ik hier een beetje flauwe praatjes over die regionale samenwerking. Artikel 23 meteen natuurlijk, alle nekhaar overeind. We zitten verdorie in een situatie waarin de helft van de kinderen in groep 8 semi-analfabeet wordt afgeleverd. We worden een derde wereldland door dit soort praatjes van dit soort partijen die geen enkel gevoel voor urgentie hebben. En ik word er zo langzamerhand heel, heel vervelend van. Ik zou meneer Segers willen vragen, wat is zijn gamechanger nou? Even buiten artikel 23. Ik ben een groot vriend van artikel 23, echt. Ik verdedig het hier nog soms nog harder dan u dat zelf doet. Maar kom op, kom nou eens ergens mee. Dit is toch geen bijdrage over een lerarentekort enzovoort. Dank u wel. Een beetje weeën praatjes over, oh ja, ik ken mensen die vinden het ook zo. Houd toch op, wat is uw gamechanger, wat is uw paradigma shift? En als u zegt dat het niet nodig is, dan vind ik het ook best. Maar u stemt tegen een motie voor een hele simpele oplossing om een heel cohort leerlingen in het mbo wat extra Nederlands te geven, dat ze wel Nederlands leren. U stemt het weg. En dan mag u ook nog even verklaren aan mij nu waarom u dat gedaan heeft. Meneer Beertema, wilt u alsjeblieft via de voorzitter spreken? Want de heer Segers heeft tegen de motie, zijn partij, de ChristenUnie, heeft tegen die motie gestemd. En u vraagt aan de heer Segers naar zijn paradigma shift. De heer Segers. Het is bijna kerst en de heer Beertema die wil dat toch inderdaad in goede sfeer dit parlementaire jaar afsluiten. Ik heb gezegd dat het een veelkoppig monster is. Ik heb gezegd dat het een probleem is. Gisteren hebben we een debat gehad en de heer Beertema was er niet bij. Ik was er wel bij. Dat ging over het toezicht op het onderwijs. En wat we meten en hoe we de prestatiedruk kunnen verminderen. Ervoor zorgen dat leerlingen de basisvaardigheden, dus dat is lezen, dat is schrijven, dat is rekenen. Dat wat een leerling moet kennen en kunnen, maar ook de persoonlijke vorming, dat ze een goed mens kunnen zijn, dat dat cruciaal is voor het onderwijs. Dat dat de functie van het onderwijs, de kerntaak van het onderwijs. Dus basisvaardigheden en persoonlijke vorming. En dat er heel veel is wat daarvan afleidt. Dus daar hebben we gisteren een goed debat over gehad. Dus daar ben ik zeer bezorgd over, hoe wij leerlingen afleveren. Ik heb twee concrete suggesties gedaan. Dat is meer ruimte voor zijinstroom. Dus ik refereerde aan familieleden waarvan ik heb gezien dat ze op latere leeftijd dat onderwijs zijn binnengestroomd. Dat zijn de meest gemotiveerde en dat zijn buitengewoonkundige docenten. Die daar heel veel vreugde aan ontleent, omdat ze ook met heel veel ervaring komen. Dus geeft haar meer ruimte, geeft haar meer ruimte ook op de opleidingen. En het tweede is, we hebben een groot aantal verplichte uren. Waarbij we dus inderdaad ook eigenlijk dat onderwijs afknellen. Daar zou ik ook meer ruimte willen bieden. Dus ik denk dat als we op twee vlakken meer ruimte bieden, dat zijn twee concrete suggesties die ik doe, dan kan dat een bijdrage leveren. En tegelijkertijd hebben we een arbeidsmarkt die heel krap is. Waar heel veel tekorten zijn op heel veel terreinen. Dus dit is niet een geïsoleerd probleem waarbij de suggestie van één motie is aangenomen en dan is het opgelost. Een juist is. Want we zitten ook nog eens een keer in een samenleving waar we meer banen hebben dan mensen. En dat is een groot probleem. Maar we hebben in ieder geval in de betaling en als het gaat om werkdruk proberen we stappen te zetten. Ik denk dat er nog meer stappen nodig zijn. Want inderdaad, leerlingen hebben het beste onderwijs nodig. Dank u wel. De heer Beertema, uw laatste introductie. Ja, meneer Segers van de ChristenUnie, die bevestigt eigenlijk alleen maar mijn stelling, die ik hem nogal fel onder de aandacht bracht. Hij heeft niets te vertellen, hij heeft geen gevoel voor urgentie. Hij krabbelt met de coalitie wat verder in de marge. Dus er zit geen paradigmaverandering in het beroep. Blijft zoals het is, zwaar ondergewaardeerd. Hier gaan we niet meer leraren mee krijgen. Bedankt, ChristenUnie, zeg ik dan maar. Ja, ik hoorde geen vraag, voelt de heer Segers. Ja, maar ik wil er wel op reageren, want het is natuurlijk een grote flauwekul. Dat is echt een grote onzin. Deze coalitie heeft de loonkloof tussen PO en VO gedicht. Dat gaat echt over een paar honderd miljoen. En dat is een uitdrukking van grote waardering van leerkrachten. Want het begint inderdaad met financiële waardering. Het begint met professionele ruimte. Het begint met
maatschappelijke waardering ook van leraren. En vervolgens zullen we stap voor stap dit veelkoppige monster moeten bestrijden. Ik hoop dat we elkaar aanmoedigen om het goede te doen. Om inderdaad met goede voorstellen te komen. Ik kom met een paar voorstellen. Ik vind het mooi als de heer Beertema ook met een paar voorstellen komen. En alleen samen kunnen we dit veelkoppige monster bestrijden. Dank u wel. We gaan luisteren naar de bijdrage van de heer Quint. Hij spreekt namens de SP.